Welkom in deze nieuwe video. Mijn naam is Brady. Like en abonneer. Zoals jullie zien, ben ik naar de kapper geweest vandaag. En ik ga vandaag een video maken waarin ik eten ga uittesten. Zoals deze. En iets anders. Of nog iets anders, weet ik niet precies. Nou, we gaan beginnen. Dit zijn dus niet gesponsord trouwens. Ik heb deze al een keer eerder op. Ik vind deze lekker. Het is trouwens ook niet gesponsord, maar ik heb deze bij de candy shop gehaald. Bij ons in de stad. Nou, er zitten verschillende kleurtjes in. We beginnen met... Zijn dat even een soort rood? Roze roodachtig. Je hebt dus volgens mij paarse... En roze. Oh. We gaan beginnen met de roze. Echt heel lekker. Het heeft iets weg van aanmaak. Van een beetje blauwe bes of zo. Nee, niet blauwe bes. Aardbei blauwe bes een beetje. In ieder geval heel lekker aanmaak. Dan gaan we nu naar de paars toe. Ik heb hem omhoofd. Deze heeft ook weer wel weg van aanmaak. Volgende wat we gaan testen, wat ik ook al ken, dat zijn stukjes van stroopwafel zonder stroop erop. Hi. Ik ook heel lekker. Maar mijn pas is in de kont gegaan. God. Godverdikkie. Wat is dit naar? Wat er dus gebeurd is, ik wou het bakje van mijn kruimels van stroopwafel wou ik dus openmaken. Toen is mijn bakje kapot gegaan. Maar, en dat heb ik geprobeerd dicht te maken. Maar toen heb ik dat dus dicht gedaan. Gewoon. En dit kan nu weer de dekseltje trouwens wel laten zien. Dit dekseltje. Dat is trouwens dit dekseltje. Kijk, die wou ik zo opentrekken. En die is toen kapot gegaan. Maar die had ik dus gewoon weer zo opgedaan. En toen is die omgevallen en is die open gegaan. Door nu mijn hele tasje voor het. Zo, dit zit ook wel heel op de grond neer. Wacht, ik kan beter uit een ander gat laten komen. Want dat is een groter gaatje. Dat zit ook een ander gat. Nee. Dit is echt heel vervelend. Nou, die kraam vind ik dus ook heel lekker. Gewoon bij mij om de hoek halen.
volgende wat ik heb gekocht zijn watermeloensnoepjes. Die heb ik... ook bij de candy shop vandaan. De prijs had ik trouwens kwijt. Die kruimels, die heb ik niet zelf gekocht. Die heb ik gekregen van mijn vader. En dit snoep heb ik wel zelf gekocht. En ik had nog een lolly, maar die heb ik opgegeten. Die vond ik ook heel lekker. En wat dan het leuke is, ik heb zo'n een afspraak bij de tandarts, dus heel fijn. Nee, ik had een gaatje, vorige keer dat ik er was, op een gaatje. En hier, en, maar dat was helemaal gelukkig voor mijn melkkies. Maar die moeten ze dus, gaan ze dus niet trekken, omdat die toch al los zit, zeggen hun. Maar ik zelf niks van merk. Maar dit is dus een watermeloensnoepje. Ik vind hem naar watermeloens maken. Kijk, zo een vriend van mij die zegt dat hij zo een beetje op zo'n maïssnoepje lijkt. Die je wel eens in films ziet. Nou, ik ga hem eens opeten. Deze ken ik ook al. Deze vind ik ook heel lekker. Ik heb bijna nog alles van de kennis op. Ik heb alles van de kennis op, behalve mijn stroopwafels. Deze. Ook bij de candy shop vandaan. Is dit nou ook? Is die nou allemaal korrels in? Nou. Waar gaat ik word boos op dit ding. Ah, daar. Dat erbij. Dit, oh halleluja. Maar sorry, dit cake ken ik ook al. Deze vind ik ook heel erg lekker. Zie je, er zit een soort vulling in. Die heel lekker is. En de deeg van het koekje is ook heel lekker. Maar dit is natuurlijk gewoon cakeje. Maar volgens mij is het typisch Amerikaans. Maar wel heel lekker. Dus het laatste. Dit is het laatste wat ik heb gekocht. Dit leek op cornetto's een beetje. Zie je, het lijkt een beetje op cornetto. Het is een beetje verpakt als cornetto. Ik ga het even openmaken. Vinden jullie cornetto's nou lekker? Doe dan een duimpje omhoog op deze video. En als je hem opent en je dacht dat je een
Cornetto kreeg, ben je opgelicht. Want dit is wat je krijgt. Kijk, dit is typisch zo'n ding waarvan je denkt, bro, je ziet hier zo nog heel veel chocola uitsteken. Dit is wat daadwerkelijk is. Dit is het daadwerkelijke. We kennen allemaal de haas. Is die hazenoten? Hazelnut. Hazelnut zit erin. Hoeveel procent hazelnut? Dat is zelfs hazelnut. Hazelnut. Krimmixpoeder is 20% volgens mij. Ik vind hem wel lekker. Maar niet de beste dat ik ooit heb gegeten. Hij smaakt helemaal gewoon naar normale Nutella. Nou, niet echt naar Nutella. Ja, ook weer wel. Sowieso gewoon naar chocolade, chocopasta. Maar... even testen hoe die is met koek. Is nog helemaal van mijn chocola. Ja. Ik vind hem zeker lekker, maar het is 100% niet het lekkerste dat ik ooit heb gegeten. Ik ga nu even allemaal cijfer geven. Deze geef ik een 9,5. Ik wil het een 10 geven. Maar ik heb het nog niet zo heel vaak gegeten. Het is echt de tweede keer dat ik het eet. Maar het is een 9,5. En zeker een 10. Het verdient zeker een 10. Ik geef het een 10. Maar... ook weer niet. Ik geef het een 10 qua smaak en qua lekkerheid. Maar een 9,5. Omdat, dus een 9 en een 0,5. Want, omdat het heel hard snoep is. Maar het smaakt heel lekker. Vooral. En het smaakt naar, ja, aanmaak. Deze... sowieso een dikke 10. Omdat dit vind ik gewoon heel lekker. En dan de... hij wil niet. Deze geef ik zeker weten een 10 ook. En dan die kruimels. Die geef ik... ja, eigenlijk ook wel een 10. En deze... Patrice, ik wou net buiten, wou ik deze, nou, ik had het 4, maar ik wou er aan iedereen eentje geven. Alleen ik heb hem net geproefd
En ik proefde gelijk dat er hazelnoten zat. Je mag je kamer nog opruimen, Quinn. Maar deze, ja? Die geef ik op zich wel een 6. Volgens mij is het net niet voldoende. Het is niet het lekkerste wat ik ooit heb gegeten. Ik denk, wacht, Quinn? Quinn, kom eens. Nee. Nee, dat ga ik zo meteen doen. Maar Quinn. Nee. Ik wil wat vragen aan je in mijn video. Wat? Dat heeft met eten te maken. Wat? Ja, kom maar. Ik moet opruimen, Brady. Wat moet je nou? Deze. Mag jij mijn video proeven? En dan moet je zeggen wat je ervan vindt. Oké. Okay. En je, ik heb het ook in mijn video gezegd. Dit is toch wat je verwacht? Ja. Let maar op wat je krijgt. Oké. Okay. Valt echt tegen. Oké. Abonneer sowieso op dit kanaal. En op het kanaal van mijn broertje Quinn Muis. Ik ga geen video's meer uploaden hoor. Dat hoeft niet. Oh nou, het hoeft niet. Hij gaat geen video's meer uploaden. Nou, misschien ga ik nog wat video's uploaden. En misschien een keer lopen. Ja. Loopt de tijd, bedoel je? In de tijd in loop. Ja. Nou, in de tijd in loop gaat hij misschien nog wat video's uploaden. Ik hoop niet. Nou, oké. Okay. Ik verwacht dus dit. Hij zit super hoog. Nikke plusje naar beneden. Ja, kijk. Hij zit super hoog, dit ding. Om je te laten denken dat je wat goeds krijgt. Maar als je hem openmaakt, gaat hij ineens... Hoeveel wijze smartjes zijn dit? Ja, er zitten echt maar 4 smartjes in. Je ziet daar meer van smarties. Ja, je ziet daar echt heel veel van smarties. Hier de 6, 7, 8 smarties. En je krijgt er letterlijk 4. Ja. Je kijkt maar de helft van de smarties die je hebt. Niet eens, niet eens. Ja. Nou kijk, dit is dus nogmaals, dit is wat je krijgt. Mag ik alsnog eten? Ja, eet maar. Gewoon een hap nemen. Quinn houdt dus heel erg van chocoladepasta. Wat vind je ervan? Ga ik naar chocoladepasta? Ja, weet ik, het is chocoladepasta. Welk cijfer geef je net? Een 6. Zie je? Zelfs de echte chocopasta liefhebber geeft het een 6. Ja. En waarvoor geef je het een 6? Het is zo gelijk zo klein. Maar geef je het vanwege het... Het maakt niet uit dat het niet op het verpakkingetje geeft. Want oh, nee, ik geef het sowieso qua smaak geef ik het een 6. En qua grootte een 0. Gewoon echt... Het valt heel erg tegen. Maar wat geeft het qua smaak? Gewoon 6. Ja, zie je? Nou, het is zeker een aanrader. Als je pocket of van chocoladepasta houdt. Maar koop dit alsjeblieft niet als je een hazelnootallergie hebt. Want dan ben je gewoon de shaak. Maar bijna alles had dus een 10. Behalve deze. Kijk. Mag ik ook zo even geven? Ja hoor. Ik heb deze een 10 gegeven voor de smaak. En een 9,5 omdat het best hard snoep is nogal. Wil je paars of roze proeven? Roze. Oké, Quinn gaat dus nu even een roze proeven. Oké, net als zo. Hard? Hij is lekker. Zie je? Je kent toch wel die ene... Ranja van beneden, aanmaak. Ja. Daar smaakt u naar, hè? Ja. Oh, daar smaakt u naar. En die ranja is super lekker. Ja. Wat geef je het qua smaak? Trouwens, hoe noem je het? Ranja of aanmaak? Ik noem het aanmaak. Ik ook. Maar hoe noemen jullie het? Daar ben ik wel benieuwd naar. Zul je nooit te weten komen, want dit is een kinderkanaal. Zul je nooit te weten komen, want dit is een kinderkanaal. Ik kan gewoon, weet zo. Wat? Maar ik kan het ook gewoon zonder de comments doen, hoor. Ze kunnen niet bij mij in de comments schrijven, Quinn. Wel bij mij. Nee, dat kan niet. Nee, want je hebt een kinderkanaal, dat kan niet. Gewoon. Dat kan niet, Quinn. Oké, mag niet. Maar, wat geven ze qua smaak? Een 10. En qua... Hardheid. Ja? 9,5. Zie je? En dan ga ik weer nu de paarse proeven. Hoeveel gaf jij deze? Ik heb hem hetzelfde als de andere gegeven.
Ik vind hem heel erg lekker. Een 10 en een 9,5. Een 10 en een 9. Hoe lang ben je aan het filmen? 20 minuten nog wat? Ja. Dus ja, voor die andere weggaan. Kom op, eten. Gelukkig hebben we zometeen helemaal geen afspraak bij de tandarts. Dus. Ja, we hebben wel een afspraak bij de tandarts. Ik heb het volgens mij al verteld hoor. Dus. Ah. Wat geef je deze? Ik denk hetzelfde, hè? Ja, alleen dan omgekeerd. Behalve dan die hardheid. Dus je geeft het allebei een 9,5? Ja. Of qua smaak is het ook? Ja. Je weet dat het dezelfde smaak is, hè? Echt. Ja, volgens mij gewoon dezelfde smaak. Ik proef het anders, hoor. Ik heb ook die smoothies geprobeerd. Ja, die heb ik al geprobeerd. Maar nee, dit is geen truc om een smoothie te krijgen. Jammer. Nu kan ik toch weer smoothies vragen. Ik heb toch mijn eigen pak. Ja. Nou, pak kan ik het ook niet doen. Maar... Nou, dat is... Ja. En als we... Het is ineens heel raar, want ik heb nog nooit... boven de 100 likes gehad trouwens. Als we 100 likes halen, dan ga ik vaker een video opnemen. Met Quinn samen of alleen. Of met mijn dieren weer. Ja, want we... Ja, we hebben zeker... Ik ga zo binnenkort weer een... dit is mijn diervideo opnemen. Want we hebben een nieuwe hond. Ik zal je het verhaal achter die hond even uitleggen. We hebben een oma. En die is laatst overleden. En zij had twee honden. Eentje die is teruggegaan naar zijn ouders. En de ander die is naar ons toegekomen. Dus daarom hebben wij nu een hond. Oh ja, en om mijn 16e mag ik een herder kopen. Ga je nou ook filmen? Als ik die heb, ga ik die zeker ook filmen. Nee, als je die hebt of als je die gaat kopen? Weet ik niet of ik het ga filmen als ik hem ga kopen. Want ja. Er zit een wit chocola in, maar dan heb ik een andere smaak. Nee, dat weet ik. Ja. Dat is. Ja. 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 Ja, 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 ja. Zo. Nou, dat ga je me niet laten zien. Dag, wijze. Nee, aan de kijkers wil ik het laten zien. Nee. Oké. Okay. Je bent verbannen van mijn YouTube-kanaal. Quinn, zet terug! Mag ik even pakken? Nee. Je mag me 19 euro terugbetalen, hè? En ik heb een nieuwe zonder. What again? Hé, die was nog rood? Ja. Oh, de voorkant is zwart. Nou, Hij is rood. Met zwart. What again? Niet in mijn ballen slaan. Ga weg. Nee. Ga weg. Nee. Weg. Die zien we nooit meer terug. Toch niet. Oh, ik hoor nu met de kussen aan. Oh my god. Blijf maar volgen. Pannenkoek. Dag, Quinn.
Nou, dit was het eind van deze video. Like en abonneer op deze video.